Nee, ik heb niet echt contact bij Feyenoord. Ik heb de trainer net wel even gesproken. Ze zei dat ik een goede wedstrijd heb gespeeld, maar daarnaast heb ik niet echt contact met iemand. Eigenlijk alleen met de oude teamgenoten van mij. Is dat niet gek dat er ook niemand dus belt van nu, hoe gaat het met je? Of? Nee, maar ik heb gehoord dat het wel vaker zo is met verhuurde spelers. Die hebben dan gewoon wat minder contact met Feyenoord, met technisch directeur of met de trainer. Dus ja, dat is denk ik gewoon een beetje normaal. Marwan Azarkan, hoe was het om hier weer terug te keren voor jou? Nou, dat was voor mij heel mooi. Ik voelde weer even als thuiskomen. Ik heb hier heel mijn jeugdopleiding doorgelopen. Dus voor mij was het weer mooi om terug te keren. Ja. Kijk je terug op deze wedstrijd? Ja, ik vond dat we best wel goed begonnen. Maakte ook gelijk de 0-1. Dus ik dacht dat er wel wat te halen viel vandaag. Maar zij maakte al snel de aansluitingstreffer en de 2-1. En toen zag je ook dat al een paar kopjes gingen hangen bij ons. En toen werd het eigenlijk alleen maar meer. Hoe kijk je terug op je eigen wedstrijd? Want ik had wel het idee, je was gretig. Je was zo'n beetje bij elke aanval van Excelsior was je ook bij betrokken. Ja, ik wou mezelf graag bewijzen vandaag. Ik wou laten zien wat ik in huis had, maar ik was meer in zijn achteruit aan het lopen dan vooruit. Ja, ik heb mijn best gedaan, 75 minuten lang. Maar toen stond het ook al 4-1 en had het ook niet meer veel zin om erin te blijven. Hoe moeilijk is dat om als aanvaller vooral achteruit te lopen? Ja, dat is heel moeilijk, want ik ben een speler die telkens loert op die counter. Maar Feyenoord speelde zich ook goed daardoorheen, waardoor ik eigenlijk bijna niet kon counteren. En als we konden counteren, was ik degene die bal speelde in plaats dat ik degene was die de bal afmaakte. Welk gevoel ga je nou als Excelsior zijn de winterstop in? Ik heb nog niet naar de ranglijst gekeken, maar we hadden dit seizoen sowieso wat meer punten kunnen halen. We hebben een paar punten in een aantal wedstrijden laten liggen. Maar als ik kijk naar onze concurrenten Volendam, Emma, dan hebben wij het toch nog wel beter dan hun gedaan. 13e plaats nu. Dat is prima. Weet je, we staan geen 18e. Ja, precies, want dat was vooraf waar iedereen een beetje bang voor was. Hè? Dat Excelsior een vrij kansloos en pijnlijk seizoen tegemoet ging. Ja, klopt. Dat dacht iedereen. Maar ja, wij verrassen graag. Dus gelukkig eindigen we dit seizoen op de 13e plek. Dus voor Excelsior zijn het prima. Ja. Hoe gaat de komende periode voor jou eruit zien? Ik ga morgen lekker op vakantie. En dan als ik terug ben weer hard trainen en me ready maken voor de tweede seizoenshelft. Dan speel je nu hier hè, vandaag met Excelsior op bezoek bij Feyenoord, de club waardoor je verhuurd bent. Hè. Die wil je dan heel erg graag ook laten zien. Als je dan hier speelt, heb je dan wel zoiets van, ja, geef mij gewoon een keer de kans om te laten zien wat ik hier kan aan de andere kant. Ja, zeker. Het is, weet je, als ik dit seizoen de kans had gekregen, was ik ook wat langer gebleven in de voorbereiding. Maar na de eerste wedstrijd kreeg ik al te horen dat ik eigenlijk weg kon. Dat Valemark en Jan Baks nog steeds boven me stonden. Dus toen moest ik eigenlijk gewoon aan mezelf denken en zoveel mogelijk spelen. En hier bij Excelsior doe ik dat op het hoogste niveau in Nederland. Dus dan gaat mij je voorkeur daarna uit. Hoe is het contact nu met Feyenoord? Is dat wel contact of hoe gaat zoiets? Nee, ik heb niet echt contact bij Feyenoord. Ik heb de trainer net wel even gesproken. Ze zei dat ik een goede wedstrijd heb gespeeld, maar daarnaast heb ik niet echt contact met iemand. Eigenlijk alleen met de oude teamgenoten van mij. Is dat niet gek dat er ook niemand dus belt van nu, hoe gaat het met je? Of? Nee, maar ik heb gehoord dat het wel vaker zo is met verhuurde spelers. Die hebben dan gewoon wat minder contact met Feyenoord, met technisch directeur of met de trainer. Dus dat is denk ik gewoon een beetje normaal. Heb je wel het idee dat die kans er wel gaat komen dan voor jou bij Feyenoord? Want jij wil graag, je laat je ook zien, hè? Vandaag ook weer. Maar... Ja, dat is het enige wat ik kan doen. Mezelf laten zien bij Excelsior. En ja, dan als ik terugkom en ik krijg die kans, dan sta ik er. Maar als ik die kans niet krijg, dan moet ik verder kijken. Ga je naartoe op vakantie? Naar Dubai. Veel plezier. Dankjewel.